Welkom bij Cultuurplein. Deze week Bruno Rümmler. En een interview met Barry Lewinsky. Janneke Warringa. En nog veel en veel meer. Nou, Bruno Rümmler zit naast mij. Bruno, welkom. Dank je. Ja. Hey, maar vertel eens, was dat al je dost? Wat ik al eerder doe. Ja. In de muziekwereld. In de muziekwereld. Wat bist ont dan? Oké. Nou, op het moment ben er een heel soort optredens. Maar, ja. En daar leer ik van. Ik heb 80 optredens per jaar. En dat ging naar nul. Ja. En nou heb ik, dit jaar, joen, heb ik mijn... hoe moet je het zeggen, debuut eigenlijk weer in een kroeg in Rauwert, toevallig. Welke kroeg kiest optreden? Joenen in Scooters. Ja. Oh ja. 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 En, maar daarvoor hie ik dus nog maar dit hier, ik geloof, traaien optredens. Yeah. Heb ik gewoon, maar de band. En dat is wie even regeteerd. En toen heb ik ondertussen altijd dwaande was van vorig jaar... februari 2020, wie dat? Maar de caravan van de vriendschap. Ja. Dat is ik wel weer een mooi verhaal, want dat giet ik over die dag in Warkum. Ja. Daar heb ik een orde houden. Toen ben ik later uitnodigd bij Willem Wadpiek. Hm. Bij Omroep Friesland. Daar kwam Simon Fuik met je in. Die zei, ben jij de Bruno? De Bruno. Ik zei, de Bruno? Hoezo? Nou, van die ode. Ja, ik zei, ja, dan ben ik de Bruno. Ja. En nou, toen had Simon eigenlijk zei van, nou, dat is dan vriendschap op het tweede gezicht. Want wij gaan mooie dingen doen. Ja. Ik zei, nou, dat is wel leuk en aardig. Maar ik ging eerst een heel hier op wereldreis. Maar tot dan maar vierde sjen. Is dat die een? Ja, ja. Oh ja? Ja, 5 maanden. Maar, nou, ja. Bijna een hier. Ja, en toen ben wij het me gewoon vregen om on te sluiten. En toen ben ik vorig jaar in februari ontsluiten bij de caravan van de vriendschap. En wat doen we daar? Ja. Vriendschap zaaien. Dus eigenlijk de verbinding lezen heel simpel. Toch een gesprekje, toch een gedichtje, toch een... Ik heb de gitaar altijd mooi. Ik lees een persoon. Ik hoop je dat ik het wat goed lees. En dan doe ik een veske. En meestal iets rakket dat. En ik kies naar de meeste kanta? Ja. Hij gaat op een bakfiets. En ik op een vouwfiets. En toen ben we vorig hier heel de gemeente die oude trok in. Al het dwarpen staat bij Del. En dan gewoon... Elke eerste vreed van de mannen. Ja. 5 dwarpen staat. En dan is en het krijgt aanvragen, zeg maar. Nou, of we bepaal zelf West Hinnegies. Ja, we hebben spontaan. Dus dat is sowieso, hey, dit is leuk. Of we komen in het zin. Of weet u iemand die een steuntje in de rug kan gebruiken? Dat idee. En een steuntje in de rug, maar ik gewoon, zeg maar, als ik iemand ken van, oh, dat wil ik hem Jan. Dat ik die dan bel? Ja, op zich wel. Alleen het is wel dan van, maat wel pasje. Wist wel, oh, we zijn daar in de buurt of zo. Nou, ja. Op die dag kun je net zeggen, oh, ik ging even naar de oorkant van Friesland. Nee, maar het maakt gewoon, ik wil even laten weten dat ik vol van die persoon hou. Of ik wil hem even wat Jan, zo. Ja, op zich wel. Maar eigenlijk is alles mogelijk en we bepalen dan wel van, past dit of net? En is dit goede timing? Ja, dat is al je gevoel. Dat is gewoon een gevoel. Er is niks haast gepland. Nee. Sommige dingen is wel van, even, nou, we hebben bijvoorbeeld ik een pact van de vriendschap, wat we terug de burgemeesters van Friesland tekenen litten. Dus een hele notarie burgemeesters tekenen, bij de onderuzen van de gemeente Zuidwest-Friesland. Ja. Janne Wietzke. Boeken. Wietzke alweer. Ja, nou staat dus. Ja. En, maar bij Gleeks, oude een keer in september, wien we in Dokkum, dus in wat eerst Friesland. En daar had de wethouder dan tekenen. Nou, die koe ik dan weer van vroeger, toen ik bij een bandje Admit zie het. Mooi. Anne-Marije Bloem en Bart de Boer en Sharifa. Uit die tijd ken hij mij nog. En toen had er mooi spelen. Dus piano spelen, mooi jongt en had er ik dat pak tekenen. Ja. Nou, maar goed, het gaat voor mijn namen om die meesken die alleen nog thuis zitten of die wat naast belibben haar invalend binnen. Of, ja. En meestal iets krijgen we adresjes. We weten net de namen, we weten het verhaal net, we komen daar en dan gaan we op ontdekking om te achterhellen waarom we er eigenlijk binnen. Ja. En meestal iets is dat heel. En hoe mag ik dat zeggen? Ja, heel speciaal. En heb ik een mooie anekdote, zonder namen te noemen, maar gewoon iets wat die bijbleun is. Oh ja. Ja, nou ja, alles bloedje ongeveer wel bij. Maar wat ik wel
wat ik wel heel speciaal vond bij Gleeks, wie ik weet de dwarpke net meer. Dat weet ik dan niet meer. Maar wij kwamen ergens aan en er ziet een vrouw wat in de tuin bezig. Wij vregen gewoon, of Simon vregen van... mevrouw, ken ik wat van jou doen? Nee, maar wel een buurvrouw hier, die heeft haar man verloren. Mm. Ik zal wel even ophalen. Nou, dus die water bijhellen. Nou, en ik zoe spielie, maar dan kwam er nog een vrouw, die wie haar woordvrouw, maar dat wist ze net van mijn koor, die wie ik haar man die week verlen. Oh. Maar die ging geen contact eigenlijk met elkaar. Nou, toen heb ik van ze spelen. Nou, toen gingen ze zijn trainen. Ja. Yeah. Ik geloof dat ze nou vriendinnen binnen. Ja, yeah, mooi. Nou, dat bijvoorbeeld. Dat doet me dan wel bij. Dan yeah. Ja. Hij heeft toch wat... Ja, op dat moment steun. Maar ik, daarnaar. Ja, onderling. Ja, ja. Nou, ja, hartstikke mooi. Dat vind ik mooi. Nou, ja. Daar ben we... Hebben zijn, dat doen we nu in gearworking met AFOEK, om de Friese taal wat te bevorderen. Yeah. En de oudere meesken van deze provincie, om die ik wat extra te ondersteunen. Yeah. Ja. Nou, dat is iets wat ik doe met de muziek. Ja, yeah. En wat is nog meer? Want ik zit als meer dost. Nou ja, vestgeschreven. Ja. Yeah. Is het vestgeschreven? Nou, maar in mijn band Days to Imagine en mijn andere band Stonecrops. En... Met Stonecrop screwen we Frieske Veskes en met Days to Imagine mijn namen. Nou, trouwens, dat heegspanning van wat ik Azen spieling in. Yeah. Dat is ik een Veske van die band eigenlijk. Yeah. Dat heb ik daar van screwen. En dat is allemaal wel rocky en wel en Friestalig. Maar meestal is het Engelstalig wat ik daar mooi screw. Bruno, we gaan naar die eerste Veske luisteren. En Shen, mooie Veske, heegspanning. Yeah. Ik nog iets weer dreamen wat ik letter vervoer. Liedje wat je boven vangen en zal volle meer. Ik hier nooit toch dat ik dat wijze koel. Dreamen toch, ik kijk nog nooit ik grut bin. Maar grut viel ik mij alleen in mijn dreem. Door ik zeer en bij verliesje heb ik vest. Ik al wist ik stellen is verbind. En ik waard je, ik waard je op dij. En ik rin oer het wette. Ik sjoeg nou helder in de nacht. Leen oer de groeiden, want van nou af ik mijn leven niet maar. En ik ding nou, ik ding nou, ondij. Dream het toch, ik kijk nog nooit ik rut ben. En ik leef ik nou mezelf toch te dreem. Nee, niet mij met je in. Al is het in en ik wacht je om te keer dat ik keer. En ik doe je, ik doe je. Mooi dag, mooi dag. En ik rin door het wetten en ik sjoeg nou helder in de nacht. En ik leer door de kruiden. Ik mijn leven in de nacht. En ik ding nou, ik ding nou ondij. Maar is het te laat mijn droom te leven. En nemen we dan nog wat ik ben. Maar mijn beste tijd had best. En ik heb mooie dingen dien. En ik ben aan blij. Dream again, want ik rin oer het wetten en ik sjoeg nou helder in de nacht. En ik vleen oer de kruiden van nou af ik mijn leven in de macht. En ik dream dan, ik dream dan van die.
Hey. Thuis ik klappen, hè? Thuis ik klappen. Naast mij zit Barry van Culinair Podium Lewinsky in Sneek. Barry, hi. Welkom. Dankjewel. Heel erg leuk dat je er bent. Ja. Misschien weten mensen wel een beetje waar de naam Lewinsky vandaan komt, maar ik zou het toch nog even bij je vragen aan je. Ja, dat Lewinsky. Het gaat terug naar de geschiedenis van het pand. Ja. Het is ooit, ik weet niet precies wanneer, maar ergens 1800 zoveel was het een sigarenfabriek. Ja. En die heette Cuba. Dus de Cubaanse vrouw zie je ook overal terug met die grote sigaar. Ah. En toen kwam natuurlijk de naam. En toen kwamen we vrij snel op een hele lekkere theatraal klinkende naam, Lewinsky. Ja. En het refereert dus een beetje naar Monica Lewinsky met een Y. Wij zijn met een I. Ah. Maar daar heeft iets mee gespeeld met een sigaar en een president. En wij vonden dat wel een leuke, spannende. En sinds wanneer zit jij daar al? We hadden vorig jaar november onze eerste lustrum, 5 jaar. Dus hebben we helaas natuurlijk niet kunnen vieren. Nee. Tijden, maar dus 5,5 jaar nu ongeveer. Ja. Wauw. En wat is eigenlijk jouw achtergrond? Waar kom jij zelf vandaan? Ik kom wel uit Sneek vandaan. En mijn achtergrond is heel divers, maar... Altijd al wel een beetje theatraal en met eten en drinken bezig? Ja, meer begonnen met de kunstacademie en toen het toerisme en veel naar het buitenland geweest, gewerkt. Maar ook veel in de muziek gezeten, inderdaad, zelf als zangeres. Wow. Oké. Nou, dat brengt eten, het mooi samen. In het buitenland, inderdaad, veel koken. Ja. Dus eigenlijk alles waar ik van hou, zelf ook heb gedaan, heb ik in één gestopt. Ah, dat is te gek. Andere hobby's voer ik nu uit, ja. Precies, op één mooie centrale plek. Ja. En Lewinsky heeft een ontzettend leuk en gezellig podium met diverse artiesten. Ja. Heb jij iets van een agenda op dit moment? Wat staat er allemaal te gebeuren? Ja, nou, onze agenda staat natuurlijk altijd gewoon op onze website. Die is, want er is altijd veel verandering in. We zijn gelukkig weer volop aan het programmeren. Goed zo. En zo divers mogelijk. We hebben veelal wel muziek. Ja. Maar we willen het steeds breder ook krijgen, omdat we het echt als cultuurpodium zien. Ja, dus en breder in de zin van? Breder, ja. En dus we hebben ook, we zijn ook met meiden bezig van de kleinkunst. Leuke avonden. Maar we hebben ook bijvoorbeeld Ziels Café, dat we gewoon een mooi onderwerp pakken of een mooi boek pakken en daar met elkaar over gaan discussiëren. Okay. Wel ook onder leiding van mensen die dat professioneel kunnen en doen, zeg maar. Maar we hebben ook een Zing Mee Café. Ja. We gewoon weten dat zingen voor iedereen heel gezond en fijn en gelukkig maakt. Wat leuk. Dus dat is dan ook weer onder leiding van een zangdocent en een pianist. Maar ja, we hebben en daarnaast natuurlijk ook heel veel professionele zangers en artiesten. En is er op dit moment ook iets waar jij zelf heel erg naar uitkijkt, bijvoorbeeld? Vanavond gelijk. Vanavond, ja. Heb ik Lavalou. Ja, ik noem het, terwijl het is uitverkocht. Ja. Maar dus dat is heel spijtig voor een heleboel mensen. Ja. We houden het dus nog steeds ook heel erg klein in verband met veiligheid. Dus we zijn met 50 mensen zijn we ook uitverkocht. Heel goed. En ja, Lavalou is ook al een tijd geleden in het begin van onze periode geweest. En, leuk. Ja, daar zie ik heel erg naar uit. Ja. Als zangeres. Je zei dat je ook in de muziek hebt gezeten, zingen. En, doe jij nog wel eens wat op je eigen podium misschien? Nee, daar heb ik dus geen tijd meer voor. Heel soms. Mensen die me nog kennen van die tijd hebben me dan nog wel eens eventjes uitgenodigd. Maar dat is heel beperkt. En kook jij nog zelf? Ja. Okay. Ja, dat doe ik gelukkig steeds nog wel. Mooi. Ja, dat vind ik super om te doen. En, Nou, leuk om te horen. En wat is je favoriete gerecht om te maken? Het feit dat ik geen vaste gerechten maak, eigenlijk. Ja. Ik hou heel erg van... mensen vragen mij ook altijd van tevoren, wat gaan we eten? Ja. Dat weet je bij mij nooit. Het is altijd een verrassing. Ja. Ze kunnen natuurlijk altijd aangeven als ze diëten hebben of allergieën. Ja. Maar ik hou heel erg van... sowieso van groentes. Bij mij krijg je altijd heel veel groentes. En, ook seizoensgroenten? Ja, altijd met het seizoen mee. En ik koop in wat er op dat moment allemaal voorhanden is. En dan begin ik. En dan ontstaat het. Ja. Ja. Dus mooi. Het is nooit hetzelfde. Nee, precies. En dat houdt het voor jezelf ook een beetje fris en spannend, hè? Ja, dat vind ik leuk. Het creëren en zo. Ja, ik ben niet iemand die... En qua reserveren, is dat allemaal terug te vinden op jullie site? Hoe te doen en zo, en kaartverkoop en dat soort dingen? Je moet even een account aanmaken, zoals eigenlijk met het meeste. Ja. En dan, maar als je dat eenmaal hebt, dan kan je altijd gewoon op inloggen en kaartjes bestellen. Ja.
Ja. Nou, hartstikke mooi. Ja. Leuk, dankjewel. Nou ja, en wie weet in de toekomst nog een keertje gezellig hier langskomen. En vertellen wat er te doen is. Ja. Zeker. Bij mij om tafel Janneke Warringa. Alinnig. Ja, alinnig. Normaal heeft ze traaie oren meestal om die heen. Maar je doet alinnig. Ja. De voorstelling Verlet. Daar ben je 1 augustus mee begonnen. Klopt. Do en Peter van der Zwaag, pianist en arrangeur. En Elske Fekkes, zangeres. En Andrea Meijer, celliste. We zijn maar sjefjouweren, ja. Ja. Ja, ik heb de voorstelling zelf ik zien in Workum. Het was prachtig. Dank je wel. En ik raad iedereen aan om te gaan. Vooral in deze tijd. Ja, daar heb ik echt wel voor betocht eigenlijk. Ja. Ja. En wat zongen je hem voor Veskes? Wij, nou, het is ontstien. Als ik even een beetje weeromgeer naar hoe we het betacht hebben, is maar. We hebben ooit een project die in een Koornbeurs, wat jette het verlangen. En toen hebben Peter en ik dat die in. En toen hielden Elske en André er ik al bij. En toen kwamen we erachter dat er zoveel mooie Veskes binnen oer het thema verlangen. En dus hè, in het Fries verlet. Dus toen ben we daar op vierde gong. En toen hebben we, betochten we Peter en ik eigenlijk zoveel Veskes. En dat hebben we uitbouwd. En toen dachten we, hier moeten we wat mee doen. En hier moeten we een hele voorstelling van maatje. Dus we doggen een repertoire van Brel. Van Lisbeth Lis bijvoorbeeld dan, hè. Stef Bos, De Dijk, Randy Newman, Michel Legrand, Edith Piaf komt nog voorbij. Dus het is heel breed, maar toch ik, allegaan maar het thema, het verlangen, wat Noza past in deze tijd. Nou, dat wil je me ook oerbrengen. Ja, zeker. In deze tijd, dat mensen juist verwijderd worden. Ja, dat er wel verbinding is. Ja. Ja. Ja, nou ja, dat vond ik dus zo mooi om je voorstelling. Het lijkt er net dik bovenop. Nee, we hebben het wel inderdaad subtiel. Net elk Veske het als titel verlet of iets. Maar ja, het komt er wel steeds in waarom. Dat meesten ik dit jerven van publiek. Dat ze naar ouderen denken van en sissen. Oh ja, ja inderdaad, we hebben verlet. Dat, nou ja, we hien verlet. En het komt dus wel echt om bij meesten. Ja. En wanneer is de volgende voorstelling? De volgende voorstelling is even Shen. Ja, we speel je nog een paar keer. Ja, dat is 31 oktober spelen we in Berdaert. En dan gaan we 12 november naar Drielt. Nou, dan nog een aantal plakken. Nes, Tietjerk, Jorwert, Balk bij we 20 november. En dan nog Walswet, Rottevallen en Jochentje Maart in Makkum. Dus we, tot en met november en dan gaan we in maart weer verder. En dan komen er nog meer locaties bij. Want dan gaan we nog wel verder. Dan gaan we verder. Oh, mooi. Ja. Nee, super. Ja, dus het is nog lang te zien. Ja. Is het mooi om te doen? Ja, geweldig. Ja, dit is mijn eerste solo voorstelling. Of tenminste, ja, ik zong het meest. Ja. Maar het is geweldig om maar wat wij brengen, daar staan we ze achter ik. Dus wat we doggen, dat is gewoon is echt genieten. Ja. Ja. Is toch vaker met Peter samenwerken? Nee. Jawel. Aan het begin van de coronacrisis, toen leerden we elkaar kennen. Krek ervoor. Dus ja, het was een beetje een verkeerde timing natuurlijk. Maar wij hebben een noemer toen opgenomen aan het begin van de crisis. En dat kwam volop op een radio. Sjong dan, je hebt het nummer. Ja. Wat ik in onze voorstelling voorbij komt. Maar daarvoor konden we elkaar nog net persoonlijk. Dus dat is allemaal ontstien in een crisis. En dat is toch ook wel weer het mooie. Dat er kansen komen binnen voor ons beiden. Ja. Om dit te doen. Toen Elske erbij, ja. Tweede stem, ja. En Andrea erbij, ja, want Andrea. Peter en Andrea die koen mekoor al. Dus kwamen we toch redelijk toevallig bij mekoor. Maar het moet nooit weer oors. Nee. Tenminste, voor dit project is het perfect. Nee, het is magisch om naar te zien. Nou, dank je wel. Ja, dank je wel. En ik wens je hem heel veel succes en plezier. En heel veel jongplezier. Dank je, dat is heel leuk. Bos Meersjen van Janneke Warringa en Peter van der Zwaag, Elske Fekkes en Andrea Meijer en hun voorstelling Verlet, dan kun je hem alle informatie vinden op hun website. Uit de voorstelling Verlet van Janneke Warringa is hier het Wie Mooi West onder begeleiding van Job Postuma. Koe ik mij een veske maar. Voor goede honger keren en oerjocht besweren, voor nou en voor altijd. Koe ik
maar je feske maar. De wapens zwaaien litte, de eerste mus verjitte, dan die ik dat ze biedt. Koe ik maar je feske maar. De tjusternis verdruwen en ein on al die waanzin van haat en van geweld. Koe ik maar je feske maar. De Amazone spar je, een skinnenzee bewaar je, de ozonlaag herstelt. Dat hier mooi west, dat hier mooi west, dat wat een prachtig lied. Maar een prachtige vrij en een prachtig plet, maar zo mooi mijn chicks en net. Gods wonder zichtbaar meidje, een paradieselijk schouwspul, de lok voor elke lief. Koe ik maar je feske maar, een blieder bladje brengen, om het hele leven lijntje, dan maak ik wat zien. Dat hij mooi was, dat hij mooi was, dat wat een prachtig lied. Maar een prachtig vrein en een prachtig couplet. Maar zo mooi mijn chicks en net. Oh, dat hier mooi was, dat hier mooi was. Dat wat een prachtig lied. Maar een prachtige vrij en een prachtig couplet. Maar zo mooi mijn chicks en net. Maar zo mooi mijn chicks en net. Nou, Paukje. Nou, Nienke. Zitten we dan in een hele lege studio. Ja. Iedereen is naar huis. De eerste keer is klaar. Ja, het was leuk. Maar, wacht even. Goedendag. Hallo. Hallo. Ja, hey. Ik heb heel belangrijk nieuws. Dus ik dacht, ik kom eventjes hier langs om even gebruik te maken van de omroep. Is jij dit? Weet u dat niet? Nee. Nou, ik ben van de adviescommissie van wonderlijke beroepen. Bestaat. Nou, weet u dat niet, zeg. Nou, ik ga even een oproep doen, dus ik steel even de camera, hoor. Ja, nou, ik ben van de adviescommissie van wonderlijke beroepen, zoals ik net al zei. En wij hebben een hele belangrijke presentatie die we vandaag gaan doen als adviescommissie. En dat gaat over het wonderlijk beroepenboek. Nou, meneer Becker, dat is mijn assistent. Komt u er even bij, meneer Becker? Meneer Becker! Schiet u nou toch een keer op, meneer Becker. Ja. Meneer Becker. Komt u nou. U bent consistent te laat. Wat is dit? Pardon. Ja, neemt u ons niet kwalijk, hoor. Ja. Nou, meneer Becker, ja? Laat u de papieren even zien van nou, ons geweldige boek. Schiet u nou. Meneer Becker, die koffer die is leeg. Daar zit helemaal niks in. Waar zijn onze papieren, meneer Becker? Ik heb nog 3 uur tegen u staan praten. Meneer Van der Wal, ik dacht dat u zou dat toch dicteren? Ja, dat bedoel ik. U hebt dat niet opgeschreven? Nee, dat zou u altijd nog doen. Nou, ik heb toch zeker 3 uur met u staan praten, dat zeg ik net. Dat weet u toch nog wel? Ja, ja zeker. Maar over de weidevogels, over de gruto. 3 uren lang. Over de weidevogels? Ja. Leuk. Heb ik over de weidevogels gepraat? Echt over de weide gaat. Ja, dat is ook wel heel interessant, maar heb ik niks verteld over de wonderlijke beroepen? Nou, dan maar dan, ik heb een idee. Verzint u een wonderlijk beroep, dan presenteren we het op die manier. Verzint u gewoon even een wonderlijk beroep. Een bakkervisser. Bakkervisser. Waar staat dat nou weer op? Dat is gewoon bakker en visser achter elkaar. Wie weet u dan dat? Ja, natuurlijk weet ik wat. Ja, dat dacht ik wel. Ik bedoel, ik heb hiervoor doorgestudeerd. Ik bedoel, een visserbakker. Maar dat is andersom. Dat... Ja. Nee, meneer. Nou goed, ik zal misschien eventjes kijken. Heb u niet nog iets of zo?
Ik weet het gewoon even niet meer, meneer Becker. Ik weet het niet. Wat moeten we nou doen? Kinderen vragen. We moeten kinderen vragen. Kinderen? Die hebben we hier niet. Nou, zijn die geen kinderen? Maar waarom kinderen, meneer Becker? Die hebben de toekomst. Die weten heus wel wat van beroepen. Daar heeft hij wel een punt mee. En we hebben hier een camera, hè? Dus dan kunnen wij een oproep doen. Meneer. Wij doen een oproep. Doe een oproep. We gaan een oproep doen. Oké. Okay, ja. Daar komt hij, hè? Kinderen. Nou, goed, vooruit. Wij van de adviescommissie van Wonderlijke Beroepen willen graag een oproep doen aan alle kinderen van Zuidwest-Friesland om ons te helpen met het samenstellen van de gids van Wonderlijke Beroepen. Ja. Help ons het boek te vullen, alsjeblieft. Ja, dank u. Dank u. Dank u. Ja. Oké. Ik denk dat we nu maar weer vertrekken, meneer. Ja. Ja. Gaan wij weer door. Ja, ja. Dat is goed. Hartstikke bedankt. Succes, hè? Dank u wel. Dag. Doei. Bij ons aangeschoven zijn Jelmer en Marcel van theatercollectief Prop. Welkom, heren. Dank je wel. Wie zijn jullie? Wat doen jullie? En waarom? Ja. Wij zijn van theatercollectief Prop. En Jelmer en ik zijn dat in essentie gestart. We hebben een stichting gemaakt daarvan om het uit te breiden. En wij maken muziek en theater. Dat is eigenlijk de hoofdmoot. Ja, en dat doen we samen met verschillende mensen. Dat is tenminste de opzet van Prop. Maar op het moment is het Marcel en ik. En dan is er nog een derde, dat is Brigitte. Die speelt in een voorstelling waar we nu mee bezig zijn. Dus dat is een nieuwe speler. En zo hopen we meer mensen langzamerhand met Prop te kunnen verbinden. Waar staat Prop voor? Prop staat voor dat eigenlijk een idee wat je opschrijft. Dat heeft iedereen wel eens. Ah, dit is niks. Propje. Weg. In de hoek. En eigenlijk daar vinden wij dat daar in beginsel al zoveel creativiteit en ideeën uit zijn te halen. Dat eigenlijk zonde is dat in een propje verdwijnt. Ja. Wij geloven echt dat er heel veel propjes gewoon op die manier in de prullenbak verdwijnen. Waar in principe hele leuke ideeën tussen zitten. Dus de prop back to life. Ja, we brengen de prop back to life inderdaad. Mooi. Dat is het idee. Oh, mooi gezegd. Ja, vind ik cool. Ja. Maar waar zijn jullie nu op dit moment mee bezig? En dan zal ongetwijfeld dit ook mee te maken hebben. Want ze hebben van alles meegenomen. Ja, hè, nou zo net hebben we de commissie gezien van Wonderlijke Beroepen. Of waren jullie dat? Commissie. Dat waren wij niet. Nee, echt niet. Oh, nee. Maar, nee, dat vond ik ook niet. Nee, okay. Ja, dat is voor een workshop die wij aanbieden voor basisscholen. Dat is voor groep 7 en 8, 6, 7 en 8. En dan gaan we bezig met muziek en theater. En in dit geval is het toegespitst op beroepen, op wat wil je later worden. Dat sluit ook een beetje aan eventueel op de boekenweek, mochten scholen dat leuk vinden. Op die manier willen wij dat gaan inschieten op basisscholen. Ja, we helpen de kinderen op weg door of zelf ideeën aan te dragen. Of door ze te helpen bijvoorbeeld met dat we ze wat aanreiken met beroepen die ze op een gegeven moment gaan samenvoegen. En daar komt dus een heel speciaal beroep uit. Vervolgens kunnen ze dat in een boek, kunnen ze dat vormgeven. Kunnen ze verhaaltjes bij schrijven, kunnen ze tekeningen bij maken. Dat boek dat zal op school blijven. En zo kunnen ze dan een jaar lang met dat thema, wat nu dus volgende week van start gaat, kunnen ze mee aan de slag. En Marcel, wat natuurlijk ook zo is, als ze dan bezig gaan met dat boek en dat maken, daar komen dus inderdaad allerlei dingen in. En daar kunnen dus bijvoorbeeld ook liedteksten in. Nou, en dat is een van de dingen waarmee wij mee bezig gaan, met een rap te maken samen met de kinderen. En dat is dit, zeg maar. Ja. Dat gebruiken we dan een beetje. Nou, ja. Dus zullen we eens even kijken of we wat kunnen maken? Ja, de wonderlijke beroepen. Hoe gebeurt dat? Wat voor geluid maakt zo'n wonderlijk beroep, bijvoorbeeld? En hoe gaat dat? En dan mixen we dat samen. Ja. Nou, wat ik bijvoorbeeld zou kunnen vragen is, wat deed jouw opa voor werk? Weet je dat?
Die zat op een kantoor en die was heel veel aan het schrijven. Aan het schrijven? Dat weet ik, ja. Oké. En jouw opa of oma, wat deed die? Mag je kiezen? Politieagent. Politieagent. Ja. Was dat jouw oma of je opa? Nee, mijn opa. Oh, okay. De schrijfpolitie. Ja, de schrijfpolitie, Marcel. De schrijfpolitie. Nou, ongetwijfeld, die bestaat. Ja, een wonderlijk beroep. Dan kunnen we daar bijvoorbeeld geluiden bij verzinnen. Dus bijvoorbeeld het schrijfgeluid. Stop. Stop. Oké, ja. Stop. Stop. De punt breekt. De punt breekt. Nou, kijk, en zo bouwen we dus dan een rap op bijvoorbeeld. En met de kinderen gaan we dan zo een tekst daar bijvoorbeeld achter verzinnen. En ik weet niet, heb je ook wat opgeschreven nog, Marcel? Een soort van liedtekstje of zo? Zo gauw niet. Oh, dan moeten we wat improviseren. Ja. Oh, nee, jij gaat wat improviseren. Nee, ga jij wat improviseren? Ik ga wat improviseren. Oh ja, ik ben er helemaal niet zo goed in, maar ik ga het gewoon proberen. We gaan het gewoon proberen. Dus het gaat over de schrijfpolitie, Marcel. Ja. Oké, daar komt-ie. De schrijfpolitie, die komt bij je langs. En dan gaat die langs bij... Ja, nee, Marcel, dit kan echt niet. Echt. Gewoon, wat is dit nou? Nou, ik denk, dit is genoeg impressie. Nee, ik denk, die kinderen die zijn er vast veel beter in. Dus dat gaan we gewoon mooi samen. Dat is wel. Ja. Hoi. Dikke pret. Super. Zijn jullie al op scholen geweest? Ja, we zijn ook al op scholen geweest. Niet met deze workshop nog, want dat is nieuw. Maar wel met bijvoorbeeld een voorstelling, Beroemd. Beroemd, wereldberoemd. Er is ook nog een andere voorstelling waar we mee bezig zijn. En die gaan we binnenkort ook spelen. Mogen we ook in Woudzent gaan spelen voor de school daar. We hebben in de Klamere hebben we gespeeld voor twee basisscholen die daar naartoe zijn gekomen. In Workum. Dus en we gaan ook straks nog naar twee scholen in Sneek. Ja, leuk. En dus dat is de start van Beroemd. Ja, mooi. En dan komt dit... project daarachteraan. Is via jullie website? Website is er? Ja, dat is proptheatercollectief.nl. En dan staat er tussen prop en theatercollectief een streepje. Aha, heel goed. En daar kunnen mensen allemaal dingen teruglezen en zo? En ja, daar kunnen ze zien wat wij aanbieden, wat het aanbod ongeveer is. En het is een hele simpele website en dat gaat gaandeweg gaat het waarschijnlijk groeien. Nou, een beetje over wie wij zijn en de filosofie die er wat achter zit en zo. Ja, ja, leuk. Mooi. Ik hoop op succes. Ja, dat hebben we nodig, dankjewel. Want op die basisscholen moet het veel meer. Ja. Veel meer. Ja. Het moet in het gen gaan zitten van de school. Ja, want helemaal mee eens. Kinderen hebben echt de toekomst daar. Heel leuk, lekker creatief. Ja. Mooi, dank jullie wel.